Bevers leven in familieverband. Een beverfamilie bestaat uit een mannetje, een vrouwtje en een aantal jongen. Jonge bevers blijven ongeveer 2 tot 3 jaar bij hun ouders. Ze moeten immers nog van alles leren. Bijvoorbeeld hoe je een dikke boom velt. Of hoe je een eigen huis bouwt. Wanneer een bever op een nieuwe plek gaat wonen, maakt hij meestal eerst een hol met meerdere ingangen. Voor de veiligheid liggen die ingangen onder water. In het hol is een droge leefruimte waar de bever slaapt en waar ook de jongen worden geboren. Die ruimte heet een ketel. Een ketel ligt altijd hoger dan de ingang van de woning. Als het water stijgt, verbouwt de bever zijn huis. Hij hoogt de vloer van de ketel op en maakt ook het plafond hoger. Om ervoor te zorgen dat het dak stevig genoeg blijft, stapelt hij er takken op. Zo ontstaat er een beverburcht. Een burcht is een enorme stapel takken die is afgedekt met modder en bladeren. Vaak ligt een burcht deels in het water. Een beverfamilie heeft soms meerdere woningen. Als het vrouwtje jongen krijgt, woont het mannetje tijdelijk ergens anders. Ook hebben ze soms een eenvoudig tijdelijk verblijf waar ze rusten of luieren. Het is geen hol, maar een soort kuipje in de oever. Zo'n kuipje heet een leger.